Welkom terug bij ons stap 3. Ons gaan vandaag die kroon van die Protea doen. Daarvoor gaan ek een perserige kleur meng. Ek gaan weer met my alizarin crimson begin. En ek gaan daar een bietjie pans grey inset. Maar ek wil hem afbring na een kan ook een bietjie ultramarine inset. Ek wil hem afbring na een toonwaarde 5 toe. So ek gaan hem redelijk lichter maak daar so. So, dit lyk vir my meer na een toonwaarde 5 in die omgeving. Ok, kom ons kyk hoe val die lig op ons Protea se kroon. Ons wil die area die ligste hê, want dit is die area waar die lig gaan val, en aan hierdie kant wil ons een bietjie donkerder hê. So ons kan nou lekker speel met dit, ek gaan een bietjie elke dag inset, want ek wil jy met vinnig droog word, dat ons weer kan aangaan met die volgende stap. En ek gaan met my ligter kleure daar ingaan, ek kan hom evens ligter maak vir die area, waar ek weet daar gaan lig val, evens ligter daar soos so, dit is my lig area, en dan kan ek evens donkerder gaan, en ek sit een dun laagje verf op, want ek wil hier nog vinnig droog word, ons gaan nog boop om werk. Ok, en nie reguit lyne nie, lekker net sulke kort haartjies in sagte verfies. Wat is dit? Ek dink ons het hom in, al om ons, ek kan evens miskien donkerder gaan, net daar soos so. Wat is dit? Ek dink dit is genoeg vir ons kroon. Goed, ek gaan nou eers vir julle baie sê, dan gaan ons nou aan met die blare. Ek wil nie die video's te lang maak nie. Dankie baie.